de volgende groep jongens van het jaar. Daar hebben we Benjamin Maurits van de Wal, Joris de Raven, is hier Roy Dunning. En het is Emiel Ravenshaus die de leiding neemt hier. Emiel Ravenshaus was een keer op 8, een keer op 2 en een keer op 1. Heeft helaas 1 wedstrijd gemist. Want anders gaat hij gewoon meer voor de titel hoor. De man uit Nijverdal, Emiel Ravenshaus aan de leiding. Dan zit Raalte erbij met Maurits van de Wal op 2. En door de regen is de baan wat glad geworden. En dan merken ook die rijders van 8 jaar hoor. Het is Ravenshaus nog steeds aan de leiding. Van de Wal op 2. En de nummer 3 die komt uit voor de baan Denensvaart. Dan hebben we het over de 2.35 plaat van Roy Dunning. Ravenshaus nog steeds de koploper. 1 na laatste bocht voor die man met Nijverdal. En als daar geen gas bijgegeven wordt door die Maurits van der Wal, dan gaat Emiel Ravenshaus hier die finale wedstrijd winnen. Finale voor Emiel Ravenshaus. Het is Maurits van der Wal op 2. En dan inderdaad de 235 van Roy Dunning. Hij mag al derde mee naar het podium.